Ilias, is 1-1 vanavond een terechte uitslag volgens jou? Ja, ik denk het wel. Het was een 50-50 wedstrijd en het kon twee kanten op gaan. Dus ja, uiteindelijk moet je wel gewoon blij zijn met een puntje, denk ik. Niet gewonnen, maar ook niet verloren. FC Dordrecht pakte maandagavond een punt bij Helmond Sport. Het werd 1-1. En verlengde zodoende de ongeslagen competitiereeks naar 9 duels. Ik kan ermee leven, denk ik, uiteindelijk. Ja. Ik denk dat we de eerste helft sowieso, wij waren beter aan de bal. We doen ons eigenlijk een beetje tekort door 1-0 achter in de rust te gaan. Dus ik zie ook balbezit en de manier van willen spelen. De tweede helft wordt meer een 50-50 foute wedstrijd. Vermoeidheid, snelheid van het veld spelen zeker een rol. En dan kon ook alle kanten op, want zij hadden ook de 2-1 kunnen maken en wij hadden ook de 2-1 kunnen maken. Ja, zoals ik zei, het was 50-50. We hadden kunnen winnen, we hadden kunnen verliezen. En natuurlijk hebben we betere wedstrijden gespeeld, maar uiteindelijk vind ik een puntje wel. Dus zoals ik al eerder zei, gewoon terecht. Maar nogmaals, het is niet dat het een schande is dat je hier met een punt weggaat. Zij zijn in een goede flow, ze spelen goed voetbal, ze hebben een goede selectie. Ik denk dat er niet heel veel teams zullen hier met 3 punten weglopen. Je merkte net op, de spelers worden op een gegeven moment ook wat moe. Dan denk ik, waarom pas in de 75e minuut wisselen? Omdat je leest de wedstrijd. Ik vond het een moeilijke wedstrijd om. Er stond een hele hoge intensiteit, een hele hoge tempo. En, wisselen voor wisselen. De spelers stonden er goed in. En, het is moeilijk om koud in zo'n wedstrijd in te komen, laat ik zo zeggen. Daar hadden we heel veel twijfels op de bank. En dan deze keuze. En door het 1-1 gelijkspel blijft FC Dordrecht 6e op de ranglijst in de keukenkampioendivisie. De volgende wedstrijd is alweer komende vrijdag. Dan spelen de Schapenkoppen in eigen huis tegen FC Den Bosch.